Hallo, welkom bij Hillary. Vandaag maken we dit super makkelijke doosje. Ja, doosje, het is een zakje met versierd, met snoepjes. Leuk als kindertractatie op school. We gaan gelijk beginnen. Je hebt er niet zo heel veel voor nodig. Een stukje papier van 2, 3, 4 maal 10 inch. Of 7 centimeter bij 25 centimeter, dat val je in de helft. Het is de Nature Poems Designer Series Paper. En dan gaan we... Oh ja, dan heb ik een zakje nodig. Dat komt hieruit. Dat is de Gasseted Cellophane Bags. Die zijn 3 bij 6 inch. Nou, ik heb er ongeluk 3 bij 6 inch. En even kijken. Die zijn 7,6 bij 15,2 centimeter. En ze zijn geschikt voor eten. Food safe. En dan doe je ze even openvouwen. Ja, openvouwen. Dan gaan we, ik heb 6 celebration snoepjes. Die doe je erin. Ja, die doe je er eerst in. Vervolgens ga je dit er zo in. Oh ja, eerst een gat maken hier van met de, welke heb ik genomen? Ik ga nu de anderhalf, ik gebruik de anderhalf inch pons. Gewoon op het oog. Dit is kleiner dan dat, maar dat heb ik heel bewust gedaan. En dan hebben we nog een stukje nodig van de, welke kleur is dit? Blackberry Bliss. Even kijken, wat heb ik hier? Eerst, oh ja, zo werkt dat. Eerst met de, om dat randje te maken. Eerst met de anderhalf inch spons. En dan met de 2 inch spons eroverheen. En dan heb je een mooi randje. Dit randje is breder dan het andere. Kijk dat. Dan heb je een randje en die ga je hier op plakken. Even kijken. Ik ga dat gewoon met sneeuw doen dit keer. Beetje puzzelen. Zo. En dan zo erop, dan zit hij. En dan gaan we dit erin doen. Oh, dat moet wel een beetje erin blijven. Dit gaat er zo in. Je ziet dat precies de ene gaat in die andere ene gleuf. En die andere niet. En als je dit zo doet, je duwt je zakje zo naar binnen, dan blijft hij ook precies steken waar hij moet blijven steken. Oeps, niet te diep dus. Zo, kijk. En dan zit hij. Dus nou, dit is het gewoon. Nou, ik heb dus verder een nietje er doorheen gedaan. Met een kleine nietmachine. Die heeft iedereen wel thuis, denk ik. Oeh, die zijn die nu op dan. Oh, die zijn precies nu op. Zo, daar ben ik weer. Even mijn nietmachine bijgevuld. En dan... Even een nietje er doorheen. Kijk, dat is klaar. En dan gaan we even stempelen. Ik heb hier een stukje Whisper White, klein stukje. En een stukje Blackberry Bliss nog. Die gaan we... Even kijken, deze. Deze gaan we hiermee uitsnijden. Dat is een beetje klein stuk, maar dat is groot genoeg. Dat is voor dit rondje alvast. En dan gaan we stempelen met deze stempelset er weer. En Here's to Celebrating You gaan we gebruiken. Met de Blackberry Bliss. Ondersteboven, maar dat geeft niet, want we gaan hem toch met de
Dit heeft wel even nodig om te drogen. Ik hoop dat hij nu droog is. En dan met de 1,5 inch spons gaan we hem eruit snijden. Deze gaan we zo schoonmaken. Ja, dit gaan we met sneeuw vastmaken op deze. Ik heb hem een beetje naar onderen gedaan. Dat heb ik ook heel bewust gedaan. Zo. En de rhinestones. Waar heb ik die gelaten? Oh, die staan al hier. Zo. Gaan we de kleine rhinestones gebruiken dit keer. Gewoon 3 op willekeurige plek. Zo. En dan gaat dit met nog een nietje eigenlijk. Eigenlijk had ik er 1 nietje voor moeten gebruiken, maar goed. Zo. En dat strikje, dat heb ik van tevoren gemaakt. En dat gaat met glue dots, mini glue dots, gaat het vastgemaakt worden. Zo. En dan is het al klaar. Hoe makkelijk is dat? Ja. Is dat geen prachtig cadeautje om in de klas uit te delen of aan de juf? Vind je het leuk? Doe een duimpje. En tot de volgende keer. Dag!